Roberto Prade geïnstalleerd als korpschef. Het is een waar genoegen om u te spreken als korpschef. In het begin hoorde ik allerlei verhaaltjes. Doe het niet, want waarnemend korpschef is nog niet zeker, maar vandaag is het officieel. Dat zegt Roberto Prade, die op maandag 19 augustus officieel is geïnstalleerd tot korpschef van het Korps Politie Suriname. Hij is verder ingegaan op criminaliteit en structuren binnen het korps, onder andere HRM, wagenbeheer en de bedrijfsvoering. Ik ga voor het groter belang en ik verwacht dat u dat ook doet. Prade is in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders eerst beëdigd tot hoofdcommandant door de president Desiree Bouterse. Vervolgens heeft de gewezen KC Agnes Daniel het vaandel overgedragen aan de president, die op zijn beurt dit heeft overgedragen aan de nieuwe politiebaas. Prade is de 49ste korpschef en heeft met de installatie formeel het roer bij de politie van hoofdcommissaris Agnes Daniel overgenomen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.